Welkom bij een nieuwe video op dit YouTube kanaal. Vandaag gaan we het hebben over de planning tot aan het nieuwe jaar. Ik heb namelijk wat dingen bedacht die ik wil gaan doen in de komende tijd en die ook in het nieuwe jaar door zullen gaan. Maar voor het nieuwe jaar heb ik weer een ander iets en ga ik alle plannen eigenlijk bekendmaken die ik op dat moment van plan ben om te gaan doen voor dat jaar. Dat kan dus zijn dat het sommige dingen niet komen of dingen bijkomen, maar in ieder geval een soort van planning die dus niet vaststaat. Maar in ieder geval, er is nog een periode tot aan het nieuwe jaar en daar ga ik het in deze video over hebben. Dus de dingen die ik deze video benoem zullen ook meegenomen naar volgend jaar. Maar dan is het alvast bekend, want ik ga hier eerder mee beginnen als volgend jaar. Ja, dat. Maar in ieder geval, wat zijn die dingen dan? Nou, voortaan komen er 3 video's per week op dit YouTube kanaal. En dat zal zijn op de maandag. Dan komen de bouwupdates vanuit de Efteling. Dat heb ik nu nog niet structureel geüpload. Altijd een beetje losse video's. Maar in ieder geval, dat wil ik dus echt gaan oppakken. En dus bouwupdate video's gaan geven. Dat zal deze week nog niet gaan. Volgende week bedoel ik. Ja, ik neem dit op 11 december. Maar ik kan dit weekend de Efteling helaas niet in. Omdat er blokdagen zijn. 14 dagen per jaar mag je niet de Efteling in als abonnement houden. Ja, dat kun je wel met de ticket. Maar in ieder geval, dat zijn blokdagen dus. En dan zijn er dus evenementen in het park. Dus anders zou het ook te druk worden als dan ook nog de abonnementhouders binnen mogen. Nou, in ieder geval, ik heb wel een video voor dinsdag. Die komt gewoon online. Dat is een noodvideo. Die heb ik al veel eerder opgeschoten. Waardoor ik alsnog gewoon wat heb. En voor de rest, dus de dinsdag blijven gewoon de Efteling vlogs. Maar wat ik dus in de vorige video, of de vorige Efteling vlog, al bekend had gemaakt, is dat ik ook opdrachten wil gaan opnemen. Ik wil wat meer onderscheid gaan maken tussen andere Efteling vloggers. Er komen gewoon nou eenmaal steeds meer Efteling vloggers bij. En ik wil dan wel unieke video's maken. Dus dan komen de opdrachten, die mogen jullie voor mij bedenken of ik bedenk ze voor mezelf. En die moet ik dan gaan uitvoeren in de Efteling. Dit zal niet elke week zijn, want ik wil ook gewoon nog de standaard video's uploaden. Omdat ik dat ook gewoon echt verschrikkelijk leuk vind om op te nemen. Voor de rest, de derde video, dat wordt ook een bijzondere. Dat wordt een game video. Die zal ik voortaan op de zaterdag gaan uploaden. Vanaf de kerstvakantie. Ik kan nog geen specifieke datum noemen daarvoor. Aangezien ik morgen de PC in elkaar kan zetten. En ja, ik moet allemaal nog dingen installeren en zo. En dat duurt dus gewoon nog even. Maar daarna komen er ook op de zaterdag dus game video's aan. Denk hierbij dan aan pretpark gerelateerde spellen. Dus zoals Planet Coaster, Roller Coaster Tycoon 2, maar ook Team Park Tycoon. En Team Park Tycoon 2, dat is een spel op Roblox. Dat speel ik gewoon echt het meest. En dat vind ik een heel leuk bouwspelletje. En mensen kunnen dan ook je park bezoeken, zeg maar. Dus echte mensen. Dat maakt het ook wel leuk. Dus die zal ik dan ook het meest gaan uploaden. Maar verwacht dus ook andere bouwspellen. Voor de rest, ik heb ook nog andere games, maar die zullen dan weer echt op Effetim anders komen. En dat is eigenlijk een beetje de planning voor wat ik wil gaan doen tot en met nieuwjaar en ook waarschijnlijk nog na nieuwjaar. Voor de rest gaat ook binnenkort de wereld van Sinbad open. Dat wordt keigaaf en daarvan maak ik ook een ruim verslag. Dus er komen zeker ook extra video's aan. Ja, dat eigenlijk. Dus er komen ook zeker nog extra video's aan. Maar dat is gewoon puur als ik er tijd voor heb. En ja, het kost gewoon veel tijd om video's te maken. Ik weet nog wel, vroeger deed ik ook aan YouTube. Ik flanste in 30 minuten een video in elkaar. Tegenwoordig doe ik dat niet meer. Gemiddeld zit het toch wel 3-4 uur meestal in een video. Ja, in de Efteling vlogs dan. Want je bent daar toch, je filmt daar veel, je kijkt. Je loopt expres een rondje door het park om te kijken van wat is er nou veranderd en zo. Dus dat en editen, het kost gewoon echt veel tijd. Maar in ieder geval, ik denk dat ik hier meer als genoeg tijd voor heb om dit te gaan uploaden. Nog even over de 100 abonnees. Ik ben er dus weer, ja, ik was er dus kwijtgeraakt zoals ik al in de vorige video vermeldde. Inmiddels zijn er alweer een paar bijgekomen, dus die zal ik ook snel halen. Ik zal meteen een video uploaden wanneer ik de 100 abonnees heb. De quiz komt een paar dagen later puur om mensen de video te laten kijken van dat ze weten hoe het werkt en zo. En dat ze mee kunnen doen.
Dus die gaat nog niet meteen, maar die komt 2, 3 dagen daarna of zo. Dan staat die ook online. Maar dat was eigenlijk een beetje de video. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, want dan haal ik snel die 100 abonnees. Daar heb ik echt zin in. En bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei doei!